de volgende actieonderneming. En dit keer niet daadwerkelijk daar gefilmd. Deze gaat wat anders zijn. Want ja, ik kon hierbij niet filmen. Dus hier, zoals ik deze doe, ga ik ook de volgende doen. Want dat is gewoon iets handiger. En dan kan ik het iets inkorten. Want ik weet, als ik daar op locatie ben, dan wil ik alles laten zien. En dan worden ze gewoon heel lang. Dus hopelijk is deze iets kort. Dus het was We'll Never Let You Down. Een cello opera over de celliste Jacqueline Dupré. Ik heb hier informatie gewoon om nog eens een keer te herhalen. Het was dus over de Jacqueline Dupré, een echte celloïste die heeft bestaan. En best wel bekend was. En zij had een bijzonder leven. En na haar dood is er een boek geschreven en een film gemaakt over haar leven. Waar zij juist een beetje negatief in werd voortgebracht. En dit is eigenlijk dus een soort van niet echt vrienden van haar. Maar ze spelen vrienden van haar die hun reacties op de film en hoe zij vinden dat dat eigenlijk misrepresentatief van haar, over haar was. En dat zij helemaal niet zo was zoals in dat boek en die film wordt beschreven. En dat ze veel beter was. En ja, dat vond ik... Ik vond het sowieso... een celloconcert had ik nog nooit meegemaakt. Wel naar een paar klassieke concerten geweest, maar niet veel. Het is meestal via mijn oma, want die is recensente voor de krant, dat ik celloconcerten kan meemaken. En dat was bij deze dus ook zo. Ik vond het heel mooi. Maar wat mij dan inderdaad heel erg opviel, was het publiek was allemaal oude mensen. Ik denk, de jongste mensen waren wat, 40. Dus ja, het was, ik was eigenlijk de jongste in het publiek. Er was eentje jonger dan mij. En ik dacht, ah, ik ben niet de enigste. Maar die bleek letterlijk in een van de laatste momenten op het toneelstuk mee te spelen daarmee. Die kwam opeens uit het publiek op het podium. Dus zij was er niet naar keuze, ze was omdat ze meespeelde. Dus ja. Wat me opviel. Dit was in het theater in Middelburg. Daar heb ik niet opgeschreven. Maar het theater in Middelburg. Was wel gewoon goed theater. Het is heel opvallend dat dit theater was gewoon in het midden van de straat eigenlijk. Van huis, theater, huis. Gewoon, ja, random in het midden van de straat. Daardoor leek het mij wel toegankelijker dan als het zo'n groot apart gebouw was. Dan denk ik meteen dat het belangrijker moet zijn. Ook was het wel gewoon inderdaad... werd rekening gehouden met mensen die minder bedeeld, die moeilijker te komen. Er was ook bijvoorbeeld een vrouw die kwam in haar kar, in zo'n karretje. Daar hebben ze genoeg ruimte voor, zodat die ook kon komen en gewoon daar een plaats kon nemen in haar kar. Of dat de kar aan de zijkant werd gezet, dat ze gewoon op een stoel kon gaan zitten daar. En daar werd allemaal voor gebruik genomen. Natuurlijk werden er aan de coronamaatregelen gedaan. Dit was een van de laatste optredens die ze daar deden, voordat alle maatregelen daar ingingen en ze dus waarschijnlijk geen optredens voorlopig konden doen. Ja, over het optreden zelf vond ik zeer, voor mij, indrukwekkend. Want het was met de achterkant werd een soort van achterkant geprojecteerd, maar dat was dan met beeld van een park of iets en dat het geinig was, maar er waren ook props, zoals een bank en een grafzerk en zo, maar die deze met projecties heel snel veranderen. Dus dan zetten ze de bank even opzij en dan de grafzerk, er kwam een andere projectie op. En opeens was het een heel ander decor. En
Dat vond ik heel, heel slim gedaan. Want zo heb je met maar een paar props eigenlijk een bank en twee stoelen. Misschien een boek. Een boek en de film en zo. En je hebt eigenlijk een decor. Ja, plus de achterkant dan nog. Natuurlijk. Maar dat was heel slim gedaan. Zodat je met heel weinig spullen het ook heel makkelijk kan vervoeren. En ja, ik vond het gewoon zeer indrukwekkend. Hoe eigenlijk inderdaad, hoe iemands leven compleet vertekend kan worden nadat iemand al gestorven is. En dat niemand echt precies de waarheid meer weet. Want zelfs na de rand heb ik het met mijn oma erover gehad. En die zei, ja, staat wel bekend als meer de dingen die uit dat boek en die film komen. En niet zozeer wat dit toneelstuk vertelt. Maar ja, natuurlijk was dit natuurlijk ook niet door de echte vriend. Dus wie weet was dat boek wel meer de waarheid? Ik weet het niet. En dat is ook interessant. Dat geeft dingen om meer over na te denken. Om meer mee te doen. Het is interessant. Ja, opnieuw, het gebouw was prima bereikbaar. Wat ze misschien meer zou moeten doen is meer reclame ervoor maken. Ik weet ook niet hoe ze dat zouden moeten doen, maar nou, het waren alleen maar mensen die het al van muziek van theater hadden gehoord. En of die muziekliefhebbers waren die er naartoe kwamen. Het waren meestal wat oudere mensen. En ja, het zou handig zijn als ze wat meer jongeren zouden kunnen aantrekken. Dat is ja mijn aanbeveling voor hen. Hun marketing moet dus misschien nog wat aangepast worden. Waarom zouden jongeren daar naartoe willen gaan? Dat is iets waarop hun zou kunnen gaan werken. Maar voor de rest, ik vond het zeer interessant. Maar ik zou er ook nog naartoe zijn geweest als ik er niet van gehoord had via mijn oma. En mijn oma me niet had meegenomen. Dus ja, ik ga misschien wel in de toekomst nog eens een keertje naartoe. Als alles weer open gaat natuurlijk. Het blijft een ding dat ik moet blijven herhalen. Van, ja, nu is alles weer dicht. Ik hoop dat het weer open gaat. Ach ja. Nee, maar in het algemeen, leuk stuk. Blij dat ik geweest ben.